20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de situatie van vluchtelingen en migranten. De Pauluskerk Rotterdam organiseert samen met Theater Rotterdam een programma om aandacht te vragen voor deze groep Rotterdammers. Fotograaf Peter van Beek maakte een fotoproject met de bezoekers van de Pauluskerk over hun verleden en hun dromen voor de toekomst. Nou ja, we verbeelden eigenlijk de droom van ongedocumenteerden, dat is dit gedeelte, voor Wereldvluchtelingendag vandaag. Dus we nemen interviews af, we praten met de mensen, we gaan leuke dingen doen met ze. En uiteindelijk wordt er een foto samengesteld. Jij zet er mooi op, hè? Die oké shot. Ja. Was niet. Goed, gezien. Ja, ik vind het lekker. Ja. Dat betekent mijn droom. Ja, dat is mijn droom. Misschien. Un jour, je peux avoir une maison comme ça, avec derrière la maison, ça peut avoir un espace pour marquer, barbecue, met de mensen, vrienden, vriendin. Zoveel wil je niet, hè? Je wil een huisje en een plek. Mijn huisje is hier. Ja. Ja, maar ja, daarachter is de Pauluskerk. Dat is de realiteit. Ja. We hebben het altijd alleen maar over cijfers en namen, ongedocumenteerd vluchteling. En er zijn dus 5 mensen die hier al soms 20, 30, er is er eentje bij die woont hier 35 jaar. En die zijn gewoon nog steeds ongedocumenteerd, nog steeds moeten ze onder de radar leven. Ja, wat wij nu proberen is ze in ieder geval in het daglicht te zetten met hun droom, of de vervlogen droom is het soms ook. Bij het middelste beeld, ja, daar wordt de droom eigenlijk begraven. Dat wordt zijn huis, waar hij zo graag zou willen wonen, dat wordt langzaam begraven. En er zit natuurlijk veel meer in zo'n foto, maar dan kun je ook nog een QR-code scannen en dan krijg je dus het verhaal te horen. Dat is wel gaaf. Michael is zijn hele leven al actief op het podium. En hij wil daarmee graag van betekenis zijn voor anderen. Om ook anderen te bemoedigen en sterk te maken. Ik heet Michael. Mijn roepennaam is Ali. Ik heb een aantal namen, want ik ben een immigrantenvogel. Paolo De Falco, Michael Kaap, Ali Baba. Na de moord op zijn vader wist Anicet dat het niet langer veilig was om in Congo te blijven. Ik ben Anicet. Uit Congo. Je suis ici pour demander l'asile. J'étais demandé, j'avais demandé. Mais il y avait beaucoup de rejets comme négatifs. Hierachter zien we het project Het Diner. En het zijn tafelkleden die daar wapperen aan de achtergevel van de Pauluskerk. En deze tafelkleden hebben 2 jaar geleden hebben we daaraan gedineerd in Theater Rotterdam met Wereldvluchtelingendag. Met vluchtelingen onder andere. En door corona kan dat natuurlijk niet meer. We konden niet samen eten. Dus nu hangen deze tafelkleding, het diner, hangt aan de achtergevel van de Pauluskerk. Er zijn miljoenen mensen jaarlijks op de vlucht. En sommige mensen die weten ook niet de verhalen erachter. En als ze mensen persoonlijk leren kennen en de verhalen weten, dan is er meer begrip voor deze mensen. Als het heel heftig gaat waaien, dan gaan de tafelkleden wenken en roepen en zwaaien. En dan is het als het ware een noodkreet van de vluchtelingen en de ongedocumenteerden hier in Rotterdam die je hulp het hardste nodig hebben. Ik ben Gabriela en ik ben stagiair en vrijwilliger bij de Pauluskerk in Rotterdam. Vanaf de namiddag heb ik hier achter geholpen met het onthamsteren. Wat is onthamsteren? Goeie vraag. Onthamsteren, dat betekent dat mensen de producten die ze thuis nog hebben staan, die houdbaar zijn. Denk aan pasta, rijst, maar ook toiletartikelen. Waarvan ze denken van, hé, daar kan ik afstand van doen in plaats van dat ik het allemaal verzamel. Dus hamster. Kunnen ze onthamsteren en het naar ons brengen. En wij zorgen ervoor dat het terechtkomt bij mensen die het heel hard nodig hebben. Meedoen, dus. Alsjeblieft. Alles een hartstikke welkom en wij gaan ervoor zorgen dat het goed terechtkomt. Dank u wel dat u aan ons gedacht heeft. Heel graag gedaan, ja, bedankt. Fantastisch, dank u. Is er veel binnengekomen? Heel veel, echt heel veel.
We lopen nu naar het winkeltje waar alle producten staan die vandaag zijn geleverd. Dus dat ga ik jullie nu laten zien. Dan kun je zelf zien hoeveel het is. Tomatensaus, tomatenpuree. Ideaal met pakken pasta, want de macaroni ligt flink opgestapeld. Maar denk ook aan de pakken rijst. Noedels worden ook heel erg veel gegeten door de mensen die op straat leven. Maar niet alleen voedsel is belangrijk. Denk ook aan toiletartikelen, die vaak ook wat duurder zijn. Denk bijvoorbeeld aan hygiëneproducten voor vrouwen. Maar ook douchegel, shampoo, tandpasta. Wat doet het met je dat er zoveel ingeleverd is? Ja, dat raakt best wel. Zeker omdat ik al een paar maanden mijn stage hier loop en vrijwilliger ben bij de Pauluskerk. De verhalen ken, hoe hard het leven op straat is. Zowel voor de vluchtelingen als andere mensen die in die situatie zitten. En ik weet gewoon dat dit heel goed terecht gaat komen. En dat dit echt wat verlichting kan geven. Maar ook wat begrip vanuit de rest van de maatschappij als signaal naar de mensen op straat toe. Dat er echt wel aan ze gedacht wordt. We hebben mensen gehad die echt moesten huilen toen ze het kwamen brengen. Dus dit is echt een middag die ik niet snel vergeet. En dat zet je toch aan het denken dat het heel belangrijk is wat we doen. Maar zijn we bezig met leuk leren demonstreren. Het is een workshop waar je eigenlijk, we willen kinderen mee bewust maken en ouderen ook, dat het demonstreren belangrijk is. En we dachten, nou, we moeten het op een leuke manier doen. Ik vond het ook toen ik klein was, dat ik wilde allemaal dingen veranderen op de wereld. En, dus ik denk dat het we allemaal het ons in ons binnen hebben. En dan worden we volwassenen. En dan gaan we toch misschien in de sleur of dan denken we niet meer aan. En op deze manier zetten we gewoon al die wensen en van de kinderen ergens vast eigenlijk. Aan de leren ze dat ze moeten opkomen voor hun dromen en hun wensen. En wat ben je aan het doen? Ik ben een tekening aan het maken van dat de mensen gelijk moeten zijn. Zodat iedereen hetzelfde leven heeft. Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Vind je het belangrijk om het met je kinderen daarover te hebben? Ja. Ja, we hebben het er wel over, met haar dan nog niet. Maar ze heeft ook twee oudere broers. En we hebben het regelmatig over, over mensen in andere delen van de wereld die, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze naar school gaan. Dat ze een dak boven het hoofd hebben. Echt, ik schaamde me echt. Dat Rutte zei van, nou ja, we vangen een x-aantal vluchtelingen op en meer niet. En die wuiven dan het probleem dan terug naar Turkije en Griekenland. En dan denk ik, ja, come on. We zijn een Europese Unie. Als je dan de lusten ervan neemt, dan moet je ook de lasten dragen. Eén keer horen voor alle vluchtelingen in Rotterdam en de rest van de wereld. Zullen we het podium opgaan? Kom maar, ga maar. Ga maar het podium op, jongens. Ik wil dat iedereen gelijk is. Dat iedereen gelijk is. En hoe doen we dat nou precies? Heb je een tip voor ons? Dat we elkaar hetzelfde behandelen. Kijk, dat vind ik heel goed. Heel hard gedaan. Zullen we nog één keer heel hard schreeuwen voor alles vluchtelingen? 3, 2, 1. Ik ben bang gemaakt door de monsters uit mijn achtertuin. Dat heeft mij kwaad gemaakt toen ik moest vluchten voor mijn leven. Mijn gova was leeg. Maar te zwaar om te dragen. Ik heb mijn identiteit kwijt. Hoe kan ik dat bewijzen als mijn vinger nergens kan wijzen? Bereik ik een nieuw land? Vluchteling, roepen ze naar mij. Als vluchteling blijf ik vechten om mijn leven als mens terug te krijgen. Ik dwaal door de Nieuwbinnenweg en de Mauritsweg om mijn verhaal te vertellen. De straten worden koud. Mijn stem trilt terwijl ik wacht op mijn verblijfsvergunning. Het gedicht gaat over hoe het voelt om te vluchten. En hoe het ook voelt om
te kunnen negeren door een maatschappij waar je woont. Want hoe voelt dat? Dat voelt pijnlijk als mens. Op wat voor manier? In de manier van, je bent zelf mens, net als de anderen, maar je bent beperkt. Iemand die gevlucht is of zonder papier is, je mag niet naar school, je mag geen bankrekening zelf openen, je mag niet werken, weet je, en je hebt niks. Dat doet pijn. Ik weet precies hoe dat voelt. Soms maak je zelf vrienden uit dezelfde maatschappij, gewoon Nederlanders. Die mogen alles, maar je bent beperkt. Ik ben 9 jaar geleden naar Nederland gevlucht en mijn asielprocedure was afgewezen in 2012 en ik ben op straat gezeten. Zo kwam ik terecht naar bij de Pauluskerk. Daar heb ik eerst een opvang gekregen voor het eerst. En vandaar bouwde ik op een netwerk met mensen. Dus het is nu 9 jaar, nog 6 kind van Blijs van Koning. En tegenwoordig zit ik in een ASC op te wachten. Maar ik weet niet wat gaat het worden. Het is onzeker. 2 jaar op te wachten zonder een woord. Je weet niet wat komt, je weet niet hoe gaat het worden. Het is koud. En er zijn ook duizenden mensen in mijn situatie hier in Nederland. Ik droom echt, dat moet gewoon bestaan voelen, weet je wel. Ja. Je voelt een beetje minder waarde, weet je wel. Ja. 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 Ook als je als niemand weet dat je illegaal bent. Toen ik heb asiel aangevraagd na 6 maanden was ik mijn asielaanvraag is afgewezen. Toen was ik illegaal geworden en 25 jaar procedure illegaliteit in Rotterdam gebleven, zeg maar. Het heeft geen einde om die verhaal te vertellen. Het is niet prettig om illegaal te zijn. Dat voelt een beetje, jij voelt minder waarde, zeg maar. Je voelt niks, nergens horen. En altijd op zoek. Slaapplek, eten, drinken, opvang, zakgeld. De ene keer word je ook aangehouden en in detentie gezet. Och, dat was nog erger dan de illegaliteit verblijven in buiten Rotterdam, zeg maar. Daar verblijf jij in een cel met misschien, als jij geluk hebt, met 2. Anders met 4 of 6 in 1 cel. In 2008 was ik vrijgelaten. Toen kom ik bij de Pauluskerk terecht. Dus in de Pauluskerk ben ik vrijwillig geworden. Helpen met alles, een beetje schoonmaken, opruimen, eten uitdelen, koffie, thee schenken en zo. Ja, ik was gewoon zo bezig tot 2016 of 2015. Toen, er is een spreekuur, de advocaat die kan jouw zaak bekijken, zeg maar. Toen het is gelukt. En hoe was dat moment toen je dat hoorde? Ach, mijn god. Ja, ik was gewoon echt op de grond gevallen. Ja. Echt. Ja. Mag ik een groot applaus, dankjewel. Mag ik een ding over Bomali zeggen? Natuurlijk. Ja, komt u mij even volgen? Voor iets Bob Marley. Woyo! 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 So don't give up the fight. 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 No fight. Heaven no is fight. Under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all.
Dries Verhoeven. En ik heb een werk gemaakt, een installatie, op het toneel van de Rotterdamse Schouwburg, staat het vandaag nog. Waarin je gaat kijken naar misschien de werkplek van de toekomst. Dus ik stel de vraag, hoe gaan wij in de toekomst werken? Als werk wordt overgenomen door vormen van technologie, robots, machines. En wat voor gevolgen heeft dat dan voor het menselijke lichaam? Nou, om die vraag te stellen heb ik 10 mensen uit Bulgarije bereid gevonden om naar Nederland te komen reizen. En om voor die machines te zitten en om 10 uur, 8 uur lang continu hetzelfde arbeiderslied te zingen. Broeders, verheft u ter vrijheid. Dat is een oud arbeiderslied, jaren 40, 50. Toen de arbeidsbeweging nog heel groot was. En de vraag die het werk natuurlijk stelt is, wat betekent die arbeidsbeweging nog in tijden van outsourcing, in tijden van automatisering, in tijden dat we ons werk niet meer zelf doen, maar uitbesteden aan andere mensen of aan machines in dit geval. We are singing for 8 hours every time we have a performance. Yeah, me and my brothers. You and your brothers. From Bulgaria, yeah. Yes. Sometimes you work and feel fit by yourself because you're working the work you love, but you have no money at the end. And when I am a labor worker, I earn six times more, and I'm happy. I'm really happy about this. Yeah, after that. And where did you go to find work? In England. England. Yeah. What did you do over there? First time I picking fruits, and second time I was in the chicken factory, in Banbury. Yes. Normaal gesproken ben je consument van aardbeien of asperges of tulpen of een pakje van bol.com. En net zo goed ben je dat nu in de Schouwburg ook. En dat gevoel van ongemak, van iemand anders zit dit nu voor mij te doen. Iemand anders is nu voor mij aan het werk. Met alle voor- en nadelen die daarbij komen kijken. Dat wilde ik tonen en nabootsen en zichtbaar maken. Omdat er natuurlijk op dit moment allerlei mensen voor jou en mij aan het werk zijn die we niet zien. En nu gaat de deur even open, nu zie je ze zitten. Het gaat over arbeid in onze tijd en vooral over gemachineerde arbeid, dus robots en wat mensen dan nog doen. Maar ook volgens mij over werk van wat mensen doen in pakhuizen en dat soort dingen waar ze met allemaal strenge roosters moeten werken. Eigenlijk heel onmenselijk. Ja. Maar dat lied, wat ze zingen de hele tijd een lied, Broeders verheft u ter vrij, dat ken ik wel als een oud vakbondslied. Volgens mij meer dan 100 jaar oud van mensen die juist eigenlijk zongen om een beetje strijd en om, als je nou maar samen bent, dan kan je betere omstandigheden afdwingen. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg gebeurd. We hebben allemaal wetten en regels gekregen door die strijd. Maar ik vind ook wel dat het erg aan het verliezen zijn op dit moment. Dus voor sommige mensen is het nog goed geregeld, maar voor heel veel mensen is het ook slecht geregeld. Op wat voor manier? Nou, als je hier komt en je komt uit Bulgarije of je komt uit Roemenië, dan heb je eigenlijk heel weinig rechten. Je mag hier komen om te werken, maar als het werk voorbij is, kan je ook zomaar weer op straat staan en dan moet je maar weer gewoon terug. En zo worden mensen natuurlijk tegen elkaar uitgespeeld. En ze worden ook uitgebuit. Want slechte omstandigheden, slechte salaris. Nou, heb ik dan wel gezien dat die mensen dan op stapelbedjes ergens neergelegd worden. Daar moeten ze ook nog grof geld voor betalen. Ja, je hebt regels nodig om mensen te beschermen aan de onderkant. Als je dat niet doet, dan geldt het recht van de sterkste. Nou ja, dat heb ik hier ook wel een beetje zo teruggezien. Vriezerfabriek. Je hebt toch zo'n inpakfabriek van vlees en zo? Ja. Is ja, dat zo? Of is dit... Dat is een mooie associatie die je hebt. Er zijn natuurlijk heel veel inpakfabrieken of distributiecentra waar robots steeds meer werken, waardoor wij als mensen steeds minder doen. En mijn vraag is, wat betekent dat voor ons werkende lichaam? En wat betekent dat voor het gevoel van competitie? Als er steeds minder werk is, hoe zijn dan de arbeidsomstandigheden? Yeah.
Meer informatie over Wereldvluchtelingendag vind je terug op de website van de Pauluskerk Rotterdam. Pauluskerkrotterdam.nl. Daar vind je ook hoe je een bijdrage kunt leveren. Stand up for